We zijn een dorp in de stad, in Bijdorp. Mooie wijk in Schiedam. Maar er zijn hier wat problemen. We zijn hier naar aanleiding van de parkeertarieven, de discussie daarover, de petitie. Sommige mensen gaven eerlijk toe bij de straatinterviews dat ze hier parkeren om niet te hoeven betalen bij het ziekenhuis. En we staan hier bij een van de bewoners. U bent? Everhard de Haai. Ik woon hier op de hoek en ik zit ook in de wijkcommissie die zich over wijkzaken druk maakt. En we hebben al 20 jaar geleden bijna, toen het ziekenhuisbesluit genomen werd, aandacht gevraagd voor wat er dus daarna ook ging gebeuren. Dat men massaal hier ging staan omdat het gratis is. Logisch. Zijn daar verderop, zeg ik wel eens tegen iemand als ik hier toevallig loop. Van, joh, er zijn daar bijna 700 parkeerplaatsen. Moet je dan bij ons komen? Ja, maar het is gratis en weet ik wat. Moet je daar iets betalen? En dan, maar dat is dus een heel ander probleem dat van die betaaltarieven, parkeertarieven. Wij hebben het probleem dat er sinds het ziekenhuis er staat en het was te voorzien. Overdag kunnen wij er eigenlijk niet tussen komen. Want er rijdt iemand weg en onmiddellijk staat er weer een ander. En dat is best vervelend. En jullie maken rare dingen mee, dat mensen achteruit rijden, blijven wachten midden op straat. Dan komen ze aan, het is één richting en dan rijden ze zo en dan vinden ze niks en dan gaan ze achteruit rijden. Nou ja, en dit is één richting. Niemand kreunt zich daarover. Dan rijden ze achteruit en er zijn hier ook veel fietsers, voetgangers, scootmobielen. En dan, ik zie regelmatig dat iemand heel hard in zijn rem moet knijpen en dan, het gaat altijd net goed tot nu toe. Dus behalve de overlast die wij als bewoners hebben, is het ook onveiligheid. En die overlast duurt nu al zo'n beetje 10 jaar. Het ziekenhuis staat al 10 jaar. En wat ik heel erg vind, mensen hier in de straat, die hebben, de een heeft een zitje en de ander heeft een plantenbak. Er zijn nu mensen die hun plekje opofferen voor een auto. Die staat dan pal tegen de voordeur. Dus dat is omdat ze hier niks vinden. En nogmaals, het was te voorzien geweest. En bij het ziekenhuisbesluit is ook gezegd, die moeten de bewoners tegemoet komen en een gunstige regeling voorstellen. Nou, er is nog nooit iets gebeurd. Wij hebben wel zelf een enquête schouwen van, wie is er voor een parkeerregeling? Nou, de mensen, uiteraard de mensen in deze twee straten, die... Daar ging er weer heen. Met afgeleid. De mensen in deze twee straten hebben natuurlijk het meeste last. En daarachter was het vroeger nog wel meer ruimte. Daarom reden die mensen ook terug. Maar daar schijnen nu ook drukker en vervelender worden. Van irritaties met mensen die gaan dan een pyloon voor hun deur zetten en ruzies. Ja goed, dat wist de gemeente bijna 20 jaar geleden al. Jullie hebben ook een enquête gehouden. En wat kwam daaruit? Nou ja, een kleine meerderheid die was er wel voor. Kijk, het tegenargument is natuurlijk van dan moet ik betalen. Als dat even niet kan, dan zou dat mooi zijn. Dus. Want we hebben het dan over vergunningsstelsel. Vergunningsstelsel, ja. Kijk, een één auto dat is nog wel te pruimen voor de meesten. Dat was €60 per jaar en misschien wat meer nu. Maar als jij een tweede auto hebt en er zitten hier nogal wat mensen met een busje van hun werk. Hè. Je hebt hier veel hoveniers, bouwvakkers, installateurs. Ja, dan moet je meteen honderden euro's betalen. En wat dat betreft zou de gemeente natuurlijk wel wat soepeler kunnen zijn. Maar ja, dan beginnen ze met precedentwerking, bla bla bla. Maar ze hebben toen het besluit over het ziekenhuis genomen, hebben ze wel beloofd dat ze ons tegemoet moeten komen en dat wij geen overlast mochten hebben. Nou ja. Ik ben even afgeleid. Het was hier rustig wonen, maar dat is nu niet meer zo. Nee. Maar de bewoners, vooral in deze eerste twee straten, die zijn voor vergunningen en die daarna eigenlijk niet? Daarna minder, er waren er ook wel een paar. Dan zit je met, dat is het dilemma waar wij dan als bewoners in zitten, met een meerderheid van 50% plus 1. Ja, op die manier wil je natuurlijk niet een besluit of een regeling doordrukken. Maar het zou helpen als de gemeente wat toeschietelijker, wat ze destijds beloofd heeft.
wat zou helpen met gereduceerde tarieven of die tweede auto wat soepeler behandelen. We hadden nu om een reactie gevraagd van de gemeente en die zei ja, als bewoners willen praten, dan kunnen ze altijd bij ons terecht. Maar dan zijn ze eigenlijk wel 20 jaar te laat dus. Nou, we hebben een keer gepraat en toen hebben we ook voorstellen gedaan van nou, doen we niet zo moeilijk met die tweede auto. Want zo vaak komt het ook niet voor. Er zijn ook mensen die hebben helemaal geen auto. Maar toen hebben we gezegd, nou, doe dan deze twee straten en daarachter niet. Ja, maar dat is alles of niks. Dus ja, op zo'n manier houdt het ook op. En ja, je verwacht van hun ook wel, van de gemeente, dat ze dan wat concessies doen of wat toeschietelijker zijn. Maar gratis parkeren bij het ziekenhuis zou ook wel een oplossing zijn. Ja, ja, daar zijn we helemaal voor. Ja. Ik ga nog net niet tekenen. Maar oh, misschien ook wel. Ja, het helpt toch niks natuurlijk. Ik geloof er niet in. Maar, en de mensen zijn zo van, als ze, dat vind ik ook wel weer raar, want ik heb ook wel eens iemand 3 keer hier langs zien komen. Als ze een kwartje kunnen uitsparen, dan zijn ze kwartier of een half uur aan het rijden. Ja. Maar goed, zo is de mens. Ik kan er ook niks aan doen. Vreemde vogels. Parkeerders. Ja. Maar u zou graag in overleg willen met de gemeente en gewoon een goede oplossing hier voor die 100 huizen? Een betere dan deze, ja. Maar welke weet ik niet precies. Een regeling die niet veel kost. Want dat, ook de bijdorpers leert op hun centjes natuurlijk. En... Maar ik vind dat zij, gezien die raadsmotie, want het is echt, ik heb het laten zien, beloofd om ons te helpen bij het parkeerprobleem. En er is tot nu toe helemaal niks van terechtgekomen. En ons belang, nogmaals, dat is één probleem, ons parkeerbelang, de verkeersveiligheid. Kijk, deze meneer gaat ook iets geks doen, denk ik. En dan mensen die hun eigen tegen hun eigen voordeur aan gaan parkeren omdat ze hierin terecht kunnen. Dat zijn slechte zaken.